Dit is Trudo FM. Trudo FM. De cover van de Codaline hit All I Want veranderde jouw jonge leven. Dit jaar kreeg je de zomerrit voor beste zangeres. Hoe voelt het om plots zo populair te zijn? Ja, het is gek, hè. Ik moet het vaak nog even kunnen laten bezinken en zo. En het grote besef moet denk ik nog komen, want ik ga er nu gewoon maar door en zo. En ik heb er keiveel plezier in. Maar ik denk dat ik later pas ga beseffen wat ik allemaal voor kansen krijg en wat ik allemaal meemaak. Dus. Ja, kan je het op dit moment bewust ervaren? Nee, het is echt continu een droom. Hè. Ik heb altijd zoveel adrenaline dat ik op een podium sta en zo. Het is echt, ik zit gewoon in een waas van dromen die om de beurt gewoon waar worden. En ik amuseer met de pletter. Ja, is het nog allemaal leuk om te doen? Of heb je toch ook al wat minder leuke kantjes ontdekt van het artiest zijn? Want je bent nu een artiest natuurlijk. Ja, het is wel leuk hoor. Het is echt wel leuk. Het is soms zwaar, ook met school en zo. Maar dat gaat eigenlijk nog wel. En ik vind het gewoon kei tof om te doen. Hè. Dus, ja, kan je nog jong zijn? Want je bent 16 jaar. Kan je nog tiener zijn? Ja, tuurlijk. Ik spreek nog heel veel af met mijn vriendinnen en zo, wanneer dat ik kan. En dan doen we nog altijd wel zotte dingen. Dus het is niet dat mijn jeugd of zo wegneemt. En op school, word je daar onthaald? Of wordt er daarop gereageerd? De eerstejaars van mijn school, die kijken wel altijd van, oh my god. Maar de rest, die kent mij gewoon al. En die kijken niet achterom of zo als ik voorbij loop. Dus dat is wel goed dat ze mij gewoon nog altijd zien als Emma Balemans en niet als Emma Beel of zo. Ja, je hebt op die korte periode al heel veel mooie dingen en grootse dingen mogen doen. Wat is zo het meeste, of hetgene wat jou het meeste tot nu toe is bijgebleven, waar je de meeste kriebels van krijgt? Dat is toch wel de backstage sessie die ik met Codaline heb kunnen doen. Toen hebben we samen All I Want gezongen. En dat was voordat ze opgingen, dus dat was echt wel een magisch moment, dat ga ik nooit vergeten. Ja, je gaat nu ook samenwerken met Lost Frequencies. Vertel eens, hoe is dat verlopen? Dat was heel leuk. Hij heeft dus gewoon mijn nummertje geremixt. En dan vroeg hij van, vind je het goed? En ik zei, ja, tuurlijk. En toen hebben we dat gelanceerd. En we hebben ook al samen een promodag gehad. Dat was super leuk om te doen. Het is echt een toffe kerel. Iemand die continu mopjes maakt en zo. Dus dat is echt wel tof. Stelt hij jou gerust ook? Ja, echt wel. Want hij is ook een jonge kerel. Hij is nog maar 21. Dus het is gewoon echt super tof om met hem samen te werken. En gewoon samen op pad te gaan. Ga je ook toeren met hem? Dat zit er nog niet direct in, denk ik. Misschien later, wie weet. Ja, wie weet. Hoe is de single run onthaald geweest? Ik heb toch wel heel veel positieve reacties gehad. En ze vonden het cool en zo. En echt een tof nummer. Dus dat waren wel veel positieve reacties. De wintermaanden komen er nu aan. Een periode dat het wat rustiger is voor artiesten. Ja. Maar dat is niet zo voor Emma Beel. Nee. Ik ga namelijk op tour met Milo. Dat is 3 maanden dat we bijna elke avond gaan spelen in theaterzalen. En dat is in Frankrijk, Nederland en België. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja, met Milo, dat gaat wel echt groots worden. Want heel veel tienermeisjes kijken toch enorm naar hem op. Jij ook? Ja, echt wel. En ik ken hem ook al heel lang. En ik vind zijn nummers ook stuk voor stuk echt parels. Hij steekt er altijd wel een mooi verhaal achter. En als persoon is hem ook gewoon superleuk. Dus ik kijk er wel naar uit. Emma, je bent nu 16 jaar. Waar hoop je over 5 jaar te staan? Dan hoop ik toch wel in de barn op Rockwerchter of zo te staan. Wel, we hopen jou daar zeker en vast terug te zien. En dank je voor dit interview voor Media Watchers en Trudo FM. Dank je wel, Emma. Dit is Trudo FM. Trudo FM.